Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Sjerk Bets. We gaan weer lekker aan het werk. Nog steeds last van mijn ogen, dus ik heb de zonnebril er even op. Maar ja, we moeten toch even weer een airco plaatsen. En even wat geld verdienen natuurlijk, want ja, komt niet vanzelf aan rollen natuurlijk, hè. Dus we gaan jullie weer gezellig meenemen vandaag. Net al even bij een klant geweest. Ik had de verkeerde airco mee. Niet om te monteren, maar dat was de buurman die had hem geplaatst en dat was niet goed. En ding is kapot. Dus even terug naar Zwolle vanuit Nijverdal. We gaan eerst even bij een andere storing in Heino kijken en dan rijd ik daarna terug naar Zwolle, haal ik daar een airco op. En dan even naar Nijverdal gaan we dat even fixen voor die man. Maar ondertussen zijn we ook gewoon nog even bezig met editen op het laptopje. Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Dus druk dagje vandaag uiteindelijk. Ik dacht lekker chill dagje, maar we zijn nog wel druk. Maar ja, doen we niks aan. Gewoon doorgaan. Scheelt dat ik altijd alles leuk vind. Dus ik vermaak me wel. Nou, storingje Heino opgelost. Althans, opgelost. Hij werd niet koud, zei ze. Nou, dan kan in principe werd wel iets koud, maar als je de afstandsbediening op het laagste stand met blazen hebt, ja, dan gaat hij ook niet volle bak koelen. Dus ik heb hem even op hard blazen gezet. Nou, toen was het binnen no time al een halve graden binnen eraf. Dus dan zit voor mij het werk er al op. En ik heb hem de temperatuur opgemeten, er komt genoeg kou uit. Onder de 5 graden kwam eruit, dus dan is hij voor mij goed gekeurd. Dus nu gaan we naar Zwolle, airco halen en weer terug naar Nijverdal. Net even een belletje gekregen van het bedrijf waar ik mijn camera gekocht heb. Dat ze nu de spulletjes aan het inpakken zijn en dat die wordt opgestuurd. Dus als het goed is morgen, als de post een beetje meewerkt tegenwoordig natuurlijk, want dat is tegenwoordig wel een dingetje. En anders overmorgen. Dus ik ben benieuwd hoe het bevalt. En als jullie daar interesse in hebben, ik zal nog even. Wat ik besteld heb is de Sony ZV-E10. Er zat de standaard lens bij, dat is 1650 mm. Maar daar wil ik nog een keer een andere lens bij halen. Met een grip. Op een knopje drukken, dan gaat hij filmen. En nog een kaartje. Dus dat is de bestel. En ik wil eigenlijk nog een keer een lens de 10-18 bestellen, zo uit mijn hoofd. Dus maar ik vond het eerst even zat zo. En dan is nu wachten dat hij binnenkomt. Kan ik natuurlijk weer niet wachten. Altijd als ik iets mezelf wil direct hebben, maar doe maar. Doe je niks aan. Ik ben nu bijna bij de airco om in te laden. En dan gaan we gauw weer naar Nijverdal. Airco'tje doet weer. Ik zag daar mensen lopen toen ik in de bus stapte. Die liep met een sausijzenbroodje. Ik denk, waar hebben ze die vandaan? Maar ik zie hier een benzinepomp. Dus ik denk dat we hier een sausijzenbroodje naar binnen gaan werken. We gaan het meemaken als ze die hier hebben. Ik mag hopen van wel. Het waar gewerkt wordt. Het moet ook worden gegeven. Sausijzenbroodjes had hij niet, maar hij had wel een broodje gehaktbal. En dan trek ik maar even een blikje drinken. Dus dan gaan we even lekker naar binnen werken onderweg. Gauw in de zon. Mooi dit, hè. Ik denk, wat is het toch warm? Ik kijk op de temperatuurmeter, 25 graden is het. Nou, ik denk, maar dat klopt niet. Heb ik gewoon nog de stoelverwarming aan staan? Al dik half uur lang. Ik denk, ik brand hier weg. Pak nu maar stoelkoeling in de bus. Want die stoel die blijft natuurlijk eeuwig warm natuurlijk. Maar gelukkig ben ik er bijna. Toch maar hem de dokter opgebeld voor mijn oog. Dus nu naar huis, even de auto ophalen. Gewoon weer de bus wegzetten. Daar ben ik wel zat van voor vandaag. En dan gaan we even naar de dokter toe rijden. Kijken wat hij te melden heeft.
En ik had hem afvragen waarom ik zo vaak moet tanken. Want ik waarschijnlijk altijd de hele dag of in de bus rijden of in de Audi. Ik zoek nog een sponsor voor de brandstof, denk ik er maar. Dus werk jij bij de Esso of Shell? Sponsor maar. Neem maar contact op, want ik ben er helemaal klaar mee met dat getanken. Tenminste, het betalen van de brandstof. Gaan we even naar de dokter. We gaan eens even kijken wat hij te zeggen heeft. Klein virusje in het oog. Dus we moeten even naar de apotheek. Tegen die virus iets met de oogdruppels en dat niet meer zozeer doet. Dus daar gaan we nu eventjes heen. Bijna vergeten. Ja, ik zal het er even bij pakken. Nog even een lekker mekkie naar binnen werken. Heerlijk. Het is 4:30. Is dat perfect? Dan moet ik zo meteen thuis nog eten. Ik ben benieuwd wat we gaan eten vanavond. Dit is dus het resultaat als je oogdruppels in je ogen doet. Tranen, tranen en een rood oog. Nou, het was niks ernstig, maar nu voel ik alsof die het oog eruit valt. Dus nu ben ik heel zielig. Ik heb medelijden met mezelf nu. En wat denk je niet? Ik had honger. En thuis hadden ze ook honger. Waar ga ik eten halen? Gezond, hè? Lekker toch? Heb ik wel verdiend, denk ik. Oh, in die lucht als ze die ramen op hebben. Krijg je toch honger van, of niet? Oh. Dit zijn de beste passagiers, kijk. Stoeltje vol. Lekker naar huis eten. Heerlijk. Ja, zo kennen jullie mij niet, hè? Haha, met een bril. Eén keer eerder gezien. Maar ik heb last van mijn ogen. Dus ik denk, ik kan niet de hele dag met de zonnebril op zitten. Dan doe ik maar eventjes mijn gewone bril op. Ik kreeg net een foto. Met mijn dochter bovenop de auto. Ja, zal ik er wel even in plakken. Even kijken. Zo, hier naast me. Dat zijn toch mooie dingen. Ik zit even lekker in de tuin te genieten van de rust. Want ze is ook rustig. En die is rustig. Ontplofte haarbal. En ik ben ondertussen even op Instagram bezig. Alvast deze vlog alvast aan het editen. Dus altijd wat te doen natuurlijk, hè. Nou, ik vind het wel mooi geweest voor vandaag. Ik ga de 10 uur naar bed halen. Lang geleden. Hè? Ja. Dus ik heb last van de ogen, dus ik vind het wel goed geweest. Ik ga lekker naar bed. Vandaag niet heel veel gedaan. Wel een beetje gewerkt, maar ook heel goed gegeten. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog weer. Like en abonneer. Tot de volgende keer.